In Limburg organiseert platform Ketensamenwerking Zuid versnellingstafels. Geïnteresseerde bouwketenpartners nemen deel aan een thematafel en werken aan een optimale ketensamenwerking met behulp van een externe coach, onder wie de kennispartner. Versnellingstafels zijn eigenlijk een dynamiek die zichzelf organiseert. Ze komen gedurende het jaar een aantal keren bij elkaar. Wij faciliteren en ondersteunen ze. En nou, elke tafel krijgt een coach toegewezen. Dat is een expert die zich op inhoudt, maar ook rondom het proces bezighoudt met de versnellingstafels. Nou, daarbij faciliteren we een aantal plenaire sessies gedurende het jaar, waar we een stuk kennisinjectie aanbieden. En anderzijds ontmoeten de tafels elkaar daar. Dus we leggen ook de verbinding naar andere thema's. De bouwkolom is op dit moment redelijk traditioneel al heel lang ingericht, waarbij we successievelijk achter elkaar een heel aantal processen doorlopen. Waarbij we pas vaak in een heel laat stadium erachter komen dat misschien aan de beginkant andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. En door dat nu eens proberen bij elkaar te brengen, wat je in andere sectoren heel veel ziet, dat die ketens gesloten zijn, denken wij dat er enorme voordelen te behalen zijn. De bouwsector is denk ik heel erg gebaat bij een stuk samenwerking en een stuk vertrouwen creëren onderling. We zijn gewend in de bouw traditioneel te werken volgens alle principes die we al tig jaren toepassen. Maar deze nieuwe manier van samenwerking, waardoor we veel hechter gaan samenwerken, brengt ons verder naar betere producten. Dus alleen ben je vaak sneller, maar samen kom je verder. Dat zijn wel kreten die daar heel erg herkenbaar in zijn. Aan de versnellingstafel zitten eigenlijk alle disciplines uit de bouwkolom. Bouw, installatie, architecten, maar ook de opdrachtgeverskant, de huursector, corporaties. Dus eigenlijk al die verschillende DNA's die in die keten vertegenwoordigd zijn, zitten daar aan de tafel. Dat is ook de kracht van de versnellingstafels. Al die verschillende partijen die eigenlijk rondom een gezamenlijk thema nadenken naar oplossingen. En door het bundelen van die verschillende expertises krijg je ook een versnelling van innovatie en creativiteit. Wij hebben nu een aantal concrete projecten met name gezien in de bouw, waarbij in de renovatiewereld, in de bouw, utiliteitsbouw, een heel aantal van dat soort projecten gedaan worden nu op het gebied van ketensamenwerking, waarbij de hele keten dus aan tafel komt in een vroege fase. En wat voor ons persoonlijk nog erg interessant daarbij is, is om te kijken of dat niet alleen in de bouwkolom kan, maar ook in de GWW-sector kan. Per bijeenkomst zijn er verschillende versnellingstafels waaraan de bouwpartners kunnen deelnemen. Een aantal thema's die de revue passeren zijn bijvoorbeeld partnerselectie, best value procurement of het dynamisch verdienmodel. Dat zijn voorbeelden van onderwerpen waar de tafels zich mee bezighouden. De kracht van de versnellingstafels is dat je vanuit je eigen expertise nadenkt over een gezamenlijk belang en bijdraagt vanuit je eigen achtergrond aan een oplossing achter het probleem. Het mooie, de dynamiek die ontstaat tussen die verschillende disciplines, is het feit dat je gewoon oplossingsgericht nadenkt over een gezamenlijke doelstelling. De kennispartner zet zich ervoor in om wat aan de kennistafels besproken wordt toe te passen in concrete projecten. Concreet is dus dat daadwerkelijk een aantal projecten zijn opgestart op deze manier. En zijn dus nu aan het onderzoeken of ketensamenwerking ook in de infra een geslaagde manier van samenwerking kan zijn. Idealiter zullen wij aan de hand van ook platform Ketensamenwerking Zuid een stuk meer vertrouwen gaan creëren onder totale stakeholders in de bouwkolom. Waarbij met name de samenwerking op de lange termijn, niet alleen op projectniveau, maar ook op de lange termijn, dat je daar een stuk betere samenwerking gaat creëren, zodat de continuïteit voor vele partijen eigenlijk meer gewaarborgd is. Het belang van de versnellingstafels in de bouwsector is dat je met name kunt zien dat door de hele keten bij elkaar te brengen, je hele andere vormen van samenwerking krijgt. En daardoor hopen wij dat met name aan de proceskant grote verschillen te maken zijn, waardoor je uiteindelijk veel minder faalkosten krijgt in een project. Dus er zitten daadwerkelijk ook grote verdienmodellen in andere vormen van samenwerking.